Wie de lach op het gezicht bij Jorrit Hendricks ziet, kan zich bijna niet voorstellen dat de middenvelder tot voor kort wekelijks op de bank zat bij Feyenoord. Ja, de aanvang van dit seizoen was gewoon een perspectief was gewoon minder. Dus heb ik vrijwel snel de keuze voor mezelf gemaakt. Misschien moet ik toch verder gaan kijken. Het maakt niet uit waar ik ook ben of waar ik gespeeld heb en het gaat even wat minder. Dan is de eerste die ik aankijk is mezelf in de spiegel. Waar ligt het aan? Maar ik kan mezelf nooit kwalijk nemen dat ik niet mijn best heb gedaan of alles eraan heb gedaan. Dus daar zal het nooit aan liggen. Maar af en toe heb je gewoon een beetje geluk nodig of iemand die het in je ziet zitten. Een beetje een combinatie van deze perspectieven. Ja. Uiteindelijk wil je gewoon wedstrijden spelen en voetballen voelen. En dat is toch gewoon een stukje wat ik gemist had afgelopen seizoen. Hendricks besloot erop eieren voor zijn geld te kiezen en een avontuur aan te gaan bij Fortuna Düsseldorf. Bij de club uit de tweede Bundesliga is hij herenigd met Jordi de Wijs, met wie hij jarenlang bij PSV speelde en altijd contact is blijven houden. De situatie bij Feyenoord was dermate dat er weinig zicht was op speeltijd. Ja, toen deed deze kans zich voor en mijn maatje speelde hier natuurlijk ook. Het hielp natuurlijk ook al mee, maar het is niet dat ik die keuze door hem heb gemaakt, maar het heeft de keuze wel makkelijker gemaakt. Ik ben hier al een keer geweest toen hij hier een wedstrijd had, dus ik ken het wel en ik heb veel met hem hierover gesproken. Ik kwam vroeger ook wel eens vaker in Düsseldorf, toen ik nog thuis in Limburg woonde. Ik heb de spelers natuurlijk opgezocht. Ik wist natuurlijk wie er ongeveer speelde en hoeveel ze dat stonden, tegen wie ze speelden. Dus ja, omdat Jordi hier speelde, wist ik al vrij veel. Ja. Uiteindelijk heeft het wel geholpen in de keuze natuurlijk om hier aan de slag te gaan. Hendrik speelde het grootste gedeelte van zijn carrière in Nederland. In het buitenland gaan sommige zaken alleen net iets anders. Zo hadden ze in Rusland, bij Spartak Moskou, extreem lange trainingskampen. En heeft ook Duitsland zijn beperkingen. Een lange busrit. Ja, toch wel. Ik denk dat je makkelijk 4-5 uur in de bus zit na een wedstrijd. Maar als we het zo plannen dat we een bepaalde tijd aanrijden en we gaan altijd al een dag van tevoren, dan is dat wel te doen. Maar we hebben wel eens pech gehad met files en dan is het wel even zuur, maar ja, daar heb je toch mee te dealen. Verandert niks aan de situatie. Op de reistijden na is Hendricks erg te spreken over de overstap naar Fortuna Düsseldorf. De club uit de tweede Bundesliga doet het momenteel goed en hoopt dit seizoen een plek in de play-offs te bemachtigen om vervolgens te kunnen promoveren naar het hoogste niveau. Natuurlijk bewust voor de tweede Bundesliga gekozen, maar qua grootte van competitie en aanhang van supporters en niveau durf ik al te zeggen dat het zeker niet onderdoet voor de Eredivisie. Hannover, Kaiserslautern, Nuremberg, het zijn toch allemaal clubs die jaren in de Bundesliga hebben gespeeld. Maar we staan nu met 5 puntjes achter de zone waar je play-offs hebt. Maar ik heb in de eerste seizoen zelf wel beleefd dat iedereen van elkaar kan winnen, dat iedereen wel aan elkaar gewaagd is, zeker in die bovenste regionen. En we krijgen ze allemaal thuis nog. Dus hier kunnen leuke dingen gebeuren.